Hallo iedereen, dit is Maureen van Scrappiness en welkom bij een nieuwe presentatie. Dit project heb ik leren maken via een Amerikaanse workshop en laten we maar meteen kijken hoe dat hier in elkaar zit. De voorzijde bestaat uit dit hier, dat is een soort van bellyband waaronder dat je nog fotomats kunt stoppen. Heel erg tof. En de binnenkant is gewoonweg magnifiek. We beginnen onmiddellijk met een heel grote pocket, die gaat open op deze manier. En hierin kun je een fotomat kiezen. Omdat het album zo groot is, heb je ook de mogelijkheid om veel meer foto's op één fotomat te plaatsen. En hem terug dicht doen. Voilà. De zijkant. Kleine kaartjes die eigenlijk het envelopje dicht houden. Ik kan hier een fotomat in stoppen. Je kan ook daar een fotomat in stoppen. En je sluit hem simpelweg door een fotomat erin te doen. Voilà. Deze kant net hetzelfde. En de papierlijn is magnifiek. Daar heb ik heel graag mee gewerkt. De achterzijde. Ook weer plaats voor foto's. De zijkant. Weer een pocket waar je fotomats kan instoppen. Draait hem open. Mogelijkheid voor hier foto's in te stoppen. Maar ook weer hier. En hou je vast. We kunnen hem nog eens open doen en dan heb je deze spreads. Enorme mogelijkheid om je foto's tentoon te stellen. Aan de zijkant foto's in verschillende formaten. Een halve pocket voor een fotomat. Ook hier weer aan deze kant verschillende formaten gecombineerd. Doe hem open. Jammer genoeg krijgt mijn webcam niet alles in beeld, maar ik ga proberen om het toch zo goed mogelijk te tonen. De zijkant met mogelijkheid voor een heel grote pocket. Krijg je verschillende fotomats in. Voilà, terug dicht. De andere kant werkt net hetzelfde. Heel erg mooi om je foto's op verschillende manieren te laten zien. Weer een iets grotere fotomat. Voilà. Draai hem om. Komen we weer bij een grote envelop. Met weer een magnifieke fotomat, al zei ik het zelf. Verschillende formaatjes, kleinere formaten. Nog steeds te vinden in het formaat bij de HEMA of in het kruidvat. Dus ideaal. Voilà, gaat weer dicht. Zijkant. Verschillende fotomats. Hop. Hup. De mooie pocket. Met verschillende fotomats. Kunnen we hem weer open doen. Hier heb ik gekozen voor iets anders. De bedoeling is dat er hier ook nog een enorme foto op komt. Ik weet het, ik heb gezegd geen combinatie papierfoto. Maar als het één keer voorvalt in je album, kan dat absoluut geen kwaad. De zijkant. Ook heel erg leuk. Dit is eigenlijk een soort van een collage met verborgen pockets. Zie? Voilà. Ik ga de pagina omslaan. Grote pockets. Met fotomats in. De halve. Ook hier weer een heel erg leuke fotomat in. Ga hem openen. Het is een ongelooflijk leuke en mooie manier om je foto's te laten zien. Heel interactief. Heel anders dan een gewoon digitaal album. Weer de grote spread met de flapjes. Ik moet echt kijken hoe dan ik mijn webcam hou, want het album is zo groot dat ik hem niet helemaal in beeld krijg. Allee, zo groot valt er wel reuze mee hoor. Voilà, weer een heel erg leuke fotomat. Anders opgebouwd. Go with the flow. Zo, en deze vind ik super leuk. Het is dezelfde pocket, maar deze keer heb ik hem afgewerkt met een magneet. En acetaat, doorschijnende folie. Zijkant. Verschillende fotomats weer. Hop. Doe hem open. Deze kant net hetzelfde. Ik haal ze er even uit. Papier is ook nu weer super, super, super knap. Heel erg druk, dat wel. Maar in combinatie met je foto's ga je zien dat het echt super is. Aan deze grote pocket heb ik ook weer een heel erg grote fotomat gemaakt. Ook heel leuk. Voilà. Draai hem om.
verschillende formaten mogelijk. Een halve pocket. Voilà. De grote spread. Met weer mogelijkheden. Aan de andere kant net hetzelfde. Je moet je het eens inbeelden met foto's. Het is gewoon super mooi. Voilà. Ook hier weer een fotomat. Weer anders opgebouwd. Moet kijken. Dan nog een keer open hoor. Super knap. Met een klein kaartje nog in verstopt. Voilà. Aan de kanten. En tot slot de laatste pocket met nog eens heel wat verschillende formaten van fotomats. De mogelijkheden zijn eindeloos. Ik hoop dat jullie het leuk vonden en dat jullie weer een beter idee hebben van wat een scrapbook allemaal kan inhouden. Tot de volgende keer en wie weet, een volgende keer met foto's.